Hallo allemaal, mijn naam is Jens en leuk dat jullie weer kijken naar Molenaars Games. Vandaag ben ik hier om jullie eigenlijk iets te vragen en daar gaat nog een video van overkomen. Maar de vraag is eigenlijk als ik nu vaker of minder vaak, ja bijna niet, mijn webcam moet gaan gebruiken. Dus er gaat ook onder, hier gaat ook onder in de description een link komen waar een straw poll in zit. Waar je dus kunt de vraag kunt beantwoorden, moet ik vaker of minder vaker mijn webcam gaan gebruiken. Maar eenmaal als deze video ook uit is, en dat zal aan het weekend zijn, zal deze video ook online komt te staan met de link er naartoe en dan ook met de vraag. Dus de vraag staat hier in de description en dan gedvd te beantwoorden. En dan ga ik het nu hebben over de plugin Fuel Bombs. En de plugin Fuel Bombs zorgt eigenlijk ervoor dat je bommen krijgt en je hebt drie verschillende soorten. Je hebt een Normal, Anarchy en Kitty. Nu, hoe maak je deze? Dat is eigenlijk vrij simpel. Dus dit is de Fuel Bomb. Heb je papier, kool en een glasbottle nodig. Dus hoe je deze maakt is gewoon als volgt. Papier, steenkool, en een glazen fles. En je krijgt een fuelbom. Nu, als je de plugin Fastcrafted Link hebt geïnstalleerd, dat zit in één klik en hup, je hebt hem. Veel makkelijker vind ik dan dat te maken. Dus je kunt in de config, kun je dus omzetten naar 1, 2 of 3. Nu staat hij op 1. En dan krijg je dus dit. Als ik hem gooi, gaat de fles naar de grond. En krijg je dus eigenlijk gewoon wat vuur. Dus dit is bij mode 1, dat is normal mode, waardoor eigenlijk niet veel gebeurt. Dus ik ga nu overgaan naar mode 2. Oké, ik heb dus omgeschakeld naar mode 2. En zoals je eerst zag was het gewoon vuur. En mode 2 brengt dit. Redelijk veel dus mee en ook gewoon lava. Dus als je wilt dat mensen gewoon je wereld eigenlijk vernietigen door deze flessen neer te gooien. Ik zou het dus niet echt aanraden, want het vliegt vrij ver en het vernietigt redelijk veel van je gebied. Zoals je dus kunt zien. Nu, er is dan ook nog één mode en dat is eigenlijk de kiddie mode. En de kiddie mode is eigenlijk de grappigste mode ervan uit. Allee, grappigste zou ik niet zeggen. Maar toch een mode die misschien maar bruikbaar is op een server. Oké, en hier heb ik dan de kiddie mode. Het enige nadeel is, als je kiddie mode opzet en je gebruikt dan de Plugman Reload Fuel Bomb, komt er op te staan dat het een invalid mode is, maar toch krijg je de juiste mode. Dus het is een beetje een rare opmerking van de server. Maar ja, het is gewoon te zien. Dus dit krijg je. Je krijgt een ontploffing en gewoon random blokken die allemaal in de lucht schieten. Sommige vrij hoog, sommige vrij ver. Het kan wel grappig zijn om deze te hebben op je server. Nu ja. Dus ja, dit waren de drie soorten die bij de Fuel Bomb zitten. En als laatste wil ik nog zeggen, als jullie dus meer willen dat de webcam erop komt of juist minder, dus juist niet of heel af en toe, geef dan mijn vraag te beantwoorden in stoppol, ik weet niet hoe dat, of ja, althans, de link van de vraag staat in de description waar je hem kunt afhalen. Zo, dit was het dan, bedankt voor het kijken en als jullie de leuke video vonden, geef dan een blauw duimpje omhoog te doen. Vonden jullie het nog fijner, geef dan te subscriben. Dat is alles dan, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Wat je als eerste doet is set question. En dan zet je bijvoorbeeld, ik ga nu schrijven, hoe oud ben ik? Oké. Dan, wat je dan doet is set answer. En daar typ je dan.